tienduizenden liefhebbers van historische motoren en tractoren konden het afgelopen weekend hun hart ophalen in Panningen. Daar vond het HMT plaats op het terrein van Manege de Vosberg. Meer dan 2000 tractoren en 400 stationaire motoren waren te bezichtigen. We noemen het ook het Internationale Historisch Festival. En we hebben vooral ook mensen uit Europa. Maar ook mensen uit Amerika, uit Australië zelfs. We hebben een lid in Brazilië zelfs. Die is nu niet helaas hier, maar het is internationaal, wereldwijd. Hoe is het om zoiets te organiseren? Ja, dat is fantastisch. Daar is echt, je krijgt er gewoon kippenvel van als je de vraag stelt. We steken er met het hele bestuur een heel jaar tijd in. Je gaat er even vanuit dat het weer goed is. Maar als je dan als gisteren, als alle voorbereidingen klaar zijn, dus gisteren ontvangen we, hebben we alle deelnemers ontvangen. Ja, dat is fantastisch. Er is zoveel materiaal in één keer op je afkomt. En alles staat nu. En dan alle bezoekers met de opening er rondomheen. Ja, dat is gewoon kippenvel. Dat is gewoon kei helemaal geweldig. Ik zeg oeh! Ik zeg ah! Ik zeg oeh! 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 Kwam er zie door aangeschud. Oeh! Oeh! Want ze had het van de motorcross gehoord. Ja, ik heb hier een McCormick 439 staan. En doet u dit al lang? Dat doe ik al tussen de 12 en de 15 jaar. En waarom doet u dat? Ja, dat is, ik vind dat leuk, hè. Een hobby. De oude trekkers, dat vind ik altijd leuk. De nostalgie van vroeger nog, van mijn opa en mijn vader. We hadden vroeger thuis ook drie trekkers, een Ferguson en een Steer. En nog wat paardenkrachten. De mensen komen speciaal voor het festival hier naartoe. Vaak verbinden ze er ook wel een vakantie aan om ook nog misschien nog naar wat mensen op bezoek te gaan met een mooie verzameling. Maar ze komen speciaal voor Panningen. Vooral in de laatste 2-3 weken voor het festival, dan komen er al zo het mailverkeer binnen van Franse mensen, Italianen. We hebben vorig jaar Israëliërs gehad. Die komen allemaal deze kant in als bezoeker zijnde al, om het evenement te bezoeken. Maar ook deelnemers, ja, sowieso Benelux, maar ook al daarbuiten. Ja, Frankrijk, Spanje, Italië, ze komen echt van overal. Oostenrijk, Zwitserland. We hebben bij een stoomlocomobiel en een klompenmachine, beide ongeveer 100 jaar oud. De stoommachine is 110 bijna. Voorheen ging er mijn schoonvader mee op pad en de beste man is komen te overlijden. En we zijn met een groep vrienden, ook oude vrienden van hem, hebben we dus een stichting kunnen oprichten en we kunnen met materiaal verder. De hoender in de vrouw luist over aan de kant. Met de Zopsinoton en Tieners op de BSA. Zie je het doen? Er kwamen zo'n 20.000 bezoekers op het evenement af. Het was de 38e editie van het historisch festival in Panningen. Bertus reed erop en Tieners kwam er vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur in nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit. Nooit meer oerend hard. Zingen nooit, nee, nee, nooit. Nooit meer oerend hard. Maar wie gaat doen?